We zijn vandaag bij Rijschool Rijnland in Ter Aar, waar medewerkers van KNMV Verzekeringen een opstapcursus volgen. Ik heb afgesproken met de KNMV-instructeurs Dick en Lars hier op het bijzondere verrichtingenterrein. Op het afgesloten oefenterrein van de Rijschool Rijnland rijden medewerkers van KNMV Verzekeringen die nog geen motorrijbewijs hebben hun eerste meters op de motorfiets en ze worden welkom geheten door rijschoolhouder Dick Oudshoorn. Goedemorgen allemaal, welkom bij Autorijschool Rijnland op ons oefenterrein voor de motorfiets. We gaan vandaag een stukje proberen om met de motorfiets te gaan rijden. We gaan kijken een stukje veiligheid van de motorfiets. We gaan kijken naar het verschil tussen motorrijden en autorijden, want die hebben allemaal je autorijbewijs gehaald. En we gaan ook een stukje aan de veiligheid denken. En wat is belangrijker dan veiligheid, is kleding. Dus we gaan eerst even de kleding passen. En dan gaan we een stukje uitleg geven over de motorfiets. Om verzekerden beter te woord te staan, is het voor KNMV Verzekeringen belangrijk dat hun medewerkers ook uit eigen ervaring kunnen meepraten. En de eerste stappen hiervoor worden vandaag gezet. Motorrijden is heel erg leuk, maar ook belangrijk is dat we motorrijden veilig houden. En daarom gaan we eerst even kijken naar het veiligheidsaspect op de motorfiets. Zodat we zeker weten dat de motorfiets niks parkeert. En daardoor een veilige rijles hebben. Omdat de opstapdag op een afgesloten terrein plaatsvindt, zijn de risico's tot een minimum beperkt en kunnen de deelnemers naar hartelust oefenen. En natuurlijk gaat dat de eerste uren niet altijd vlekkeloos. Ze was net even iets te snel met het koppelingetje, wilde ze hem liet schieten en daar sloeg hij gewoon af. Maar dat geeft niet. Eerste keer alles mogelijk. Dus we starten hem gewoon weer opnieuw en we gaan weer opnieuw proberen. Al binnen een paar uur hebben de medewerkers van KNMV Verzekeringen de motorfiets niet alleen onder controle, maar hebben ze ook plezier. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik had het niet gedacht, maar ik ben wel heel erg enthousiast. In het begin is het even wennen, omdat je vooral met je handen bezig bent bij motorrijden. En ik ben natuurlijk gewend om in de auto te zitten, dat je echt met je voeten bezig bent. Dus dat is even wennen, dat je veel moet schakelen. Maar ik vind het echt heel leuk. Het verschil tussen twee- en vierwielen, dat verschil heb ik echt wel gemerkt. Je bent instabieler, flexibeler ook, veel wendbaarder. Je kan echt alle kanten op waar je maar heen wil. Maakt je ook kwetsbaar, maar aan de andere kant, het geeft je ook vrijheid. Bij de aanschaf van een motorfiets rijst altijd de vraag hoe deze te verzekeren. Dat hangt natuurlijk af van verschillende factoren en voor zulke vragen is er de helpdesk van KNMV Verzekeringen, waar je met dit soort vragen terecht kunt. Nou, in algemeenheid weten mensen ook wel natuurlijk als ze een nieuwe motor aanschaffen dat ze dan zeker voor de all-risk-dekking gaan. Is de motor niet heel nieuw meer, maar wil je toch wel voor een aantal dingen nog verzekerd zijn op je eigen polis, dan kiezen mensen voor een beperkt casco. En alleen wij, dat naam zegt het eigenlijk al, maar dan ben je alleen verzekerd voor als je eventueel schade aan iemand toebrengt, maar niet meer voor je eigen schade, dus aan je eigen motor. Maar als je er echt niet uitkomt, dan kan je natuurlijk altijd even met ons bellen en dan adviseren wij jullie daar natuurlijk graag over. Door de intensieve persoonlijke begeleiding verloopt het leerproces op een opstapdag enorm snel. Maar het kost wel energie, merkt ook Marcel. Het gaat lekker, het ging lekker, maar ik merk nu dat ik een beetje de concentratie kwijt ga raken. En je moet wel even je kopje, je helmet er even bij houden. Dus doe even makkelijk aan. Bij het verzekeren van een motorfiets is het verstandig om ook aan het verzekeren van accessoires te denken. En motorkleding. Motorkleding is best een investering en dat kan je meezekeren met een schadeverzekering voor opzittende. Ben je nou all-risk verzekerd, dan is het standaard tot €750 al meeverzekerd. Aanwijzingen en instructies volgen elkaar in hoog tempo op, waarbij vooral gelet wordt op het kijken en zithouding. Maar ben je even op te letten dat als je een bocht maakt dat je kijkt waar je heen wil. Hè? Dat is het belangrijkste, kijk waar je naartoe wilt. Al snel gaat het zien der ogen beter met hier en daar nog een foutje. Oh ja, er gaan heel veel dingen fout. Dat ik te veel gas geef en dat ik dan zo op de motor zit. Of dat ik omval. Van alles. Maar het is wel een gave dag. Het leukste in dit soort groepen is dat de leerlingen in het begin heel erg angstig zijn. Maar daarna worden ze steeds enthousiaster. We hebben heel veel dingen gezien wat eigenlijk normaal is. De beginselen, de bochttechnieken, het aflaatslaan van de motorfiets. Maar dat wordt steeds makkelijker. En naarmate ze langer op de motorfiets zitten, gaan ze ook steeds makkelijker met het voertuig om. De KNMV kan je ook na het behalen van je rijbewijs helpen. Hoofdopleiding en verkeer, Arjan Everink legt uit hoe. De voortgezette rijopleidingen hebben we in twee soorten. Op een oefencentrum en op de openbare weg. Maar als je motorfiets bij KNMV Verzekeringen verzekerd is en je hebt een uitgebreide dekking,
dan ben je ook bij ons in de training verzekerd. Ja, dat klopt. Tuurlijk. We willen dat de motorrijders die cursussen volgen voor hun eigen veiligheid. Daardoor zal de schade hopelijk ook afnemen. Dus dat minder mensen ongelukken veroorzaken. En ja, bovenaan staat natuurlijk de veiligheid van de motorrijder zelf. We geven veel om deze motorrijders, deze club, mannen en vrouwen. Na een leerzame dag op het oefenterrein weten ook deze medewerkers van KNMV Verzekeringen hoe het voelt om een motorfiets te besturen en kennen het gevoel dat hun klanten aan de andere kant van de lijn drijft wanneer ze over hun vervoersmiddel of over hun passie spreken. Pas netjes, probeer wel goed rechtop te blijven zitten en vooral kijken waar je heen wilt, hè. Dat is het allerbelangrijkste. De koppeling was goed, iets meer gas erbij, ja, daar heb je hem. Nou, vandaag kan ik echt wel zeggen dat ik het gevoel heb mee te kunnen leven met de klanten die motorrijden. De mensen aan de telefoon zijn vaak enthousiast en nu begrijp ik wat ze bedoelen. Echt, als je op zo'n motor zit, je hebt een bepaald gevoel van vrijheid en je gaat gewoon stralen van zo'n dag. Ik zeg nog een keer. Ja, dit was echt heel leuk. Hier ga ik zeker mee door. Ik denk dat ik lessen ga nemen en motorrijden is echt niet alleen voor mannen, hoor.